Goedemorgen, welkom bij Zetsport met een hele bijzondere sport. Kira heeft ons geschreven en als het goed is, moet ze ergens zijn. Ah, ben jij Kira? Hallo. Nou, jou heb ik nodig, ga je mee? Hallo. Ik neem haar even mee. Ze komt zo terug. Ik wil ook meedoen. Ja, maar, ja, maar wij moeten ook meedoen. Met Zetsport hebben we altijd maar één iemand. Maar Sander en kan ik de truc niet doen. Lukt het echt niet met jou alleen? Nee. Nou, dan moeten we het even opnieuw doen. Hè? Goedemorgen bij een hele bijzondere Zetsport. Met niet één, niet twee, maar drie meiden. Met Kira, Tessa en Sophie. En? Ik ben Sophie. En ik ben Kira. En ik ben Tessa. Ja, natuurlijk. Zo moet het. En jullie doen een hele bijzondere sport, hè? Ja. Wat doen jullie precies? Acrogym. Acrogym. En dames, jullie willen graag een truc leren, toch? Een element. En wat voor element willen jullie dan leren? De basket. Met een salto. De basket met een salto. Nou, dat komt goed uit, want ik heb namelijk pleun geregeld. En naar teamgenoten dan? Ja, zijn met z'n drie. We hebben al drie meisjes. Want wij hebben er ook toch één nodig? Eén is echt de max. Drie. We gaan kijken wat we kunnen doen. Dames! Oh, ze storen misschien. Hallo, hoe is het? Goed. Goed. Ja, vertel heel even, dames, wat jullie willen leren. De basket met de salto. De basket met de salto. Kun je uitleggen hoe die precies gaat? De onderpartners die maken een platform. Ja, ik heb begrepen, er zijn onderpartners en bovenpartners. Ja, ja, dus de sterken die staan onder en de kleintjes die worden in de lucht gegooid. Jullie doen een dubbele. Ja. Een enkele is simpeler, neem ik aan, dan ook. Ja, dan en zij hebben het nog nooit gedaan. Is het te leren in één dag? We gaan het proberen. We beginnen met de onderpartners. Meiden, jullie pakken eigenlijk je eigen pols vast. En dan pak je daarna de pols van de ander vast. Ja, keurig. De bovenpartner. Bovenpartner, ja. Die moet hierop gaan trampoline springen en ook hier weer terugkomen. Nee, op de grond. Ah, oké. Okay. Ja, naar beneden, goede spanning erop en naar boven, want we gaan naar gooien. We gaan naar gooien. Helemaal hoog. En je spant je buik helemaal aan en ook je billen. Je moet helemaal op spanning staan. Super, meiden, keurig. Wat we nu gaan doen, meiden, is dat we even het platform gaan testen. Kijken hoe stevig het eigenlijk is. Yes. Nog iets hoger, want er moet straks nog een salto bij, hè? Netjes dan. Helemaal hard. Helemaal hoog. Ja, wow, deze was al super hoog. Ja. Dus moet die hoger of is dit een goede hoogte? Er kan er wel daar een saltotje uit, ja. Jazeker. Kira, vind jij het wel eens eng om te doen? Vooral als ik opeens heel hoog word gegooid en uit balans raak. Ja, je mag eigenlijk niet angstig zijn voor deze sport, hè? Mag wel, maar het fijnste is als je dat niet hebt. Denk aan je techniek, je weet waar je op moet letten. En ja, dan gaan we de salto doen. Ga je toch nog even weg? Ja, ik blijf erbij staan. Wat goed dat je daar nog vast zit, hè? Omhoog. Dat was hem al. Wat wel belangrijk is, is dat je je armen, dat je die helemaal op spanning houdt. Pak hier eens vast hoe je ze vangt in de landing. En als jouw armen omhoog schieten, wat gebeurt er dan? We kunnen ze jou niet vangen. Oh, dat zag er wel heel goed uit. Ja, volgende stap. Goed zo. Durf je hem alleen? Nee. Ja, weet je het zeker? Super, kom maar. Niemand helpt je, maar jullie blijven er wel bij staan. Blijven er wel bij staan, ja? Maar je gaat hem wel alleen doen. Eerst omhoog en nu naar beneden. Het zit een beetje spannend, denk ik, of niet? Je kan het. Hetzelfde, ja. Hoppa, goed hoor. Goed hoor. Lekker! Dit kun je natuurlijk niet in één dag leren. Dit moet je heel vaak doen. Maar de basis heb je in principe al. Dat is heel lekker. Ja, dan ga ik toch nog in de blokkenbak?
Ik zou nog even in de blokkenbak gaan. Nou, rustig gaan. Ja, en nou moet ik er dus uit zien te komen.